vandaag ga ik weer eens een shoplog doen. Mijn favoriete soort video's. Ik hou gewoon van shoppen en eerlijk gezegd hou ik niet echt van online shoppen. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik niet alles heb gezien op de website en zo. Ja, ik ben echt een psycho, maar ja. En ik vind het gewoon fijn om lekker alles te zien in de winkel. Maar ja, je girl heeft gewoon een keertje online geshopt, jongens. Ja, en ik ben ook eventjes losgegaan dit keer. Dus hier ben ik weer met een shopvlog. En ik heb allemaal zomerkleding gekocht. Want het wordt gewoon weer lekker weer. Ik ga morgen ook lekker naar het strand. En ja, het leek me wel leuk om dat vandaag weer te gaan laten zien. Ik heb geprobeerd om een beetje trendy, leuke zomerkleding te kopen. En ik ben heel erg blij met wat ik allemaal heb gekocht. Dus laten we maar snel beginnen met de shopvlog. Ik zal even beginnen met jurkjes en dat soort dingen. Ik heb 1 jurkje en 1 jumpsuit. Als eerst heb ik een wit strandjurkje. Eindelijk. Ik wilde dit echt al zo erg lang. En ja, ze schijnen gewoon altijd door. Deze ook. Maar een beetje, it is what it is. En dat hoort eigenlijk ook wel gewoon bij een strandjurkje. Maar dit is dus een wit strandjurkje van The Pooh & Bear. Het is echt een super cute soort van blouse jurkje, zoiets. En dit is gewoon een beetje een soort van cover-up voor over je bikini. En ik vind het heel erg leuk voor op vakantie, als de vakanties hopelijk doorgaan. Dus ik ben hier heel erg blij mee, want ik zoek dit echt al mega lang. En ik heb deze trouwens in een maat S. Nog iets van de Pooh & Bear. En dat is deze jumpsuit. Het is dus een beetje zo'n crossover. Hier zo met zo'n V-hals. Het lijkt op een jurkje als je het aan hebt. Maar het is dus een jumpsuit zoals je kan zien. En hij heeft hier ook een soort van strikje met een touwtje. Die kan je aan de voorkant of de achterkant doen. Maakt niet echt uit. Ik doe het gewoon aan de voorkant. En het patroontje is dus met bloemetjes. En ik vind het heel erg cute. Ik heb dit dus eigenlijk ook al een soort van in een jurkje. Maar dan met lange mouwen. Die heb ik ooit gekocht bij de H&M voor mijn verjaardag. Maar ja, dit is gewoon echt heerlijk voor in de zomer. Het is lekker luchtig en gewoon een top jumpsuitje. Dan heb ik een bikini gekocht. Ik hou echt van bikinis en ik vind het gewoon geweldig. En deze bikini heb ik bij de H&M gekocht. Dit is het topje. Ik heb hem in de maat 38. En ja, op camera ziet hij er altijd zoveel kleiner uit of zo. Maar ja, hij zit gewoon echt top. En het is dus een soort van, ja, heel gek stofje eigenlijk. Ik zou niet denken dat je hiermee kan zwemmen, maar het kan dus wel. Zo ziet het er namelijk uit. En hij is dus lila. En I love deze kleur gewoon. Het is een beetje pastel. En ik ben gewoon helemaal into die pastelkleurtjes. En daarbij zit dit broekje. Deze heb ik ook gewoon in een 38. Hij zit echt top. Ik vind het gewoon een beetje een goede cover-up. Want ik hou er niet echt van als bikinis, ja, te veel showen. Dus daarom hou ik ook heel erg van dit soort topjes. Gewoon een soort van sport-BH-achtig iets. En ik surf ook, dus dit is echt top voor onder mijn wetsuit. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En het was ook echt best wel een goede prijs voor bikini. Want het topje was 10 euro en het broekje was ook 10 euro. Dus bij elkaar 20 euro. En ja, je kan natuurlijk ook gewoon een beetje matchen met andere soort kleurtjes. Maar ik vond het gewoon leuk om deze set te kopen. Dus een topje bij het broekje. Ik had deze ook in een beetje zalmroze, felroze, geel, groen, echt alles. Super leuk, maar ik heb dus gewoon deze paarse genomen. Dan gaan we even door naar broekjes. Ik had echt broekjes nodig, want ik had gewoon geen leuke broekjes meer. Ik liep letterlijk altijd in hetzelfde broekje rond of in gewoon van die pyjama broekjes of zo. Dus ik dacht, ja, we gaan binnenkort waarschijnlijk weer terug naar school en meer naar het strand en zo. Dus ik wil er wel even iets leuker uitzien. Dus het eerste broekje dat ik heb besteld is deze. Je ziet het echt niet goed op camera, maar hij heeft hier een strikje. Aangezien die zwart is, zie je er dus echt vrij weinig van. Maar ze hadden deze ook in het wit, maar die scheen eens door. Want ik had die ook besteld, maar later teruggestuurd. En aan de onderkant heeft hij een soort van rafeltjes. Nou, ik hoop dat je het beter ziet op het try-on beeld. Want hier zie je het echt niet goed. Waar is deze ook weer van? Deze is van Miss Selfridge of zoiets. Ja, ik denk dat je het zo uitspreekt. Hier zie je het nog even goed. Ik kende dit merk eigenlijk niet, maar ik zag hem gewoon op Zalando. En toen dacht ik, kopen! Dan heb ik een wit spijkerbroekje. Ik heb deze ook in het blauw. Die zal ik zo laten zien. Maar ja, ik vond het gewoon handig om een wit spijkerbroekje te hebben. Het staat gewoon heel erg leuk bij dingen. Deze is van de Bershka. Niet heel veel over te zeggen. En ja, er zit ook een soort van gat hier. Niet te heftig of zo, maar toch nog wel een beetje een leuk detail. En ik had gewoon korte broekjes nodig. Van de Bear
Bershka nog een broekje. Dat is deze. Hij is velvet. En ik zag deze de hele tijd staan op de site. En ik dacht, ja, zal ik hem nou kopen? Hij is eigenlijk best wel leuk. Ik had hem ook in heel veel andere kleuren. Geel weet ik toevallig. Maar ik vond deze blauwe gewoon heel erg leuk. Ik heb hem ook al een keer aangehad in een andere video. En er staat hieronder ook iets. Maar ja, hier zie je dat dus. Hij zit super chill. Aan de binnenkant zijn de zakken zelfs ook velvet. Geweldig. Ik weet niet of het warm is of zo in de zomer. Maar tot nu toe heb ik het er niet warm in gehad. En het is gewoon leuk om te combineren. Je kan er ook in slapen of zo. Want het is gewoon een beetje zo'n chill broekje. Dan heb ik toch nog eventjes een lange broek gekocht. Want ja, we gaan natuurlijk na de zomervakantie, wat het nog heel lang duurt, jongens, laten we er nog niet over nadenken, naar het nieuwe schooljaar. En dan gaan we weer een beetje lange broeken dragen, want nu gaan we net into de korte broeken eigenlijk. Maar ja, je draagt natuurlijk niet elke dag een korte broek naar school. Er zijn heel veel mensen die ook gewoon nog lange broeken dragen. Dus daarom heb ik eventjes een nieuwe spijkerbroek gekocht. Deze heeft dus gaten bij de knieën en dat vind ik gewoon heel erg leuk. En aan de onderkant is die dus ook een beetje ripped of zo. En deze is van de Pull & Bear. Ik heb echt alles bij de Pull & Bear en Bershka zo gekocht. Maar ik heb het op Zalando besteld. Letterlijk alles is op Zalando besteld. En ja, dit is gewoon deze broek. Hij zit top. Het is gewoon lekker skinny en stretchy. Dan heb ik nog een broekje van de Bershka. Hij is letterlijk net uit de was, dus hij is nog nat. Ja, wat een topplanning weer. Dit is het korte broekje. Ik vind dit dus echt een hele leuke kleur. Hij is nu iets donkerder dan normaal, aangezien hij nog nat is. Lekker bezig. Maar deze is dus ook van de Bershka. Dat staat ook hier. En dat vind ik eigenlijk ook wel gewoon een leuk detail of zo. Dit is echt mijn favoriete broekje die ik heb besteld, denk ik. Want ik vind het gewoon een hele mooie kleur. Hij zit gewoon echt perfect. Bijna high-waisted, maar net niet. En ja, dit is toch gewoon een topbroekje, jongens. Van de Bershka. Ik weet niet meer hoe duur die was. Maar hij was niet al te duur. Dat weet ik in ieder geval wel. Dan gaan we door naar de shirts. Als eerst heb ik een shirt die ook net uit de was komt. Sorry jongens, maar deze is wel al iets droger. Namelijk dit Adidas shirt. Ik heb hem besteld op Zalando. Ik zag hem staan en ik dacht, ja, deze kleur. En ja, deze was dus wel iets duurder aangezien het van Adidas is en een merkshirt is. Maar hij heeft dus hier gewoon van die drie strepen. Ja, het is Adidas. Oké, maar ik vind het gewoon echt een super leuke kleur. Ik heb er ook wat Insta-foto's in gemaakt. En hij is best lang op zich, maar ik stop hem gewoon in mijn broekje. Je kan er gewoon heel veel mee. Je kan hem lekker combineren met een wit broekje, maar ook met een blauw. Of zo, of een zwarte. Alles kan in de BCT show. Alles kan in de BCT show. Het was natuurlijk wel een iets duurder shirtje, maar weet je. Dan heb ik dit shirtje. Deze is van Tom Taylor. Ik kende dat eigenlijk ook niet. Maar ja, die heeft dus blijkbaar ook best wel leuke shirts. Zo ziet hij eruit. Gewoon een best wel basic shirtje eigenlijk. Maar ik vond het toch wel heel erg leuk, omdat het hier dus rood, wit en dus roze is. En ik weet niet waarom, maar ik vind dus die combinatie van rood en roze best wel leuk. Er zijn ook mensen die dat niet leuk vinden, maar ik vind het dan toch wel weer even een beetje wat anders. En ja, ik weet niet waarom ik twee shirts heb gekocht met van die randjes. Puur toeval. Het was niet dat ik dat per se wilde of zo. Ik zag hem gewoon staan op de Zalando site en ik dacht, nou, hartstikke leuk zomershirtje. Als laatste item heb ik dit superleuke shirt van de Pull & Bear. Dit is dus een longsleeve voor als je lekker de sunset gaat kijken op het strand in de zomer. En als het een beetje afgekoeld is. Of gewoon op een koudere zomerdag of in de winter kan je hem ook dragen. Maakt niet echt uit. Er staat dus een zonnetje hier. En op de achterkant staat die zon heel groot. Wat ik echt heel erg leuk vind. En dan op de zijkant, waar is het? Staat er op de mouw ook een tekst. Ik moet even kijken wat het ook weer was. Want het is een heel erg lang moeilijk woord. En ik vergeet het steeds. Astrological. Dat staat er, jongens. Astrological. Dus dat ja, is een moeilijk woord. Dat is leuk, want dan gaan mensen lekker naar je shirt kijken en proberen de tekst te lezen. Dus dan heb je ook nog wat aandacht. Nee, grapje. Maar ja, ik vind het een heel erg leuk shirt. Hij is ook wel een beetje oversized of zo als je een kort broekje aan hebt. En daar hou ik gewoon heel erg van. En dan was dit de show.
shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hou echt van shoplogs. Ik vind het zelf heel erg leuk om te kijken. Omdat ik gewoon lekker inspiratie krijg voor kleding. En jullie vragen ook heel vaak waar mijn kleding van is. Dus ik heb vooral heel veel dingen gekocht bij de Pull & Bear en de Bershka. Meestal koop ik ook gewoon dingen bij de H&M. Waar koop ik nog meer mijn kleding? Ja, Zalando of zo. En dan kijk ik gewoon een beetje naar random dingen die ik leuk vind. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En doei, tot de volgende keer. Thank you.